Attentie. En meisjes, toch ouderen onder u, mogen natuurlijk ook hartelijk welkom en welkom gefeliciteerd. Nou, die is wel ook wel naar zijn grootje. Hè, hè? Grote genade. Wat was dat een kabaal. Wordt het toch nog gezellig. Tja, ik ben de chef van Oekel. En nogal tamelijk danig nat. Om niet te zeggen, zeiknat. Dat komt zo. Ik was een beetje laat. En dat nog wel betreffende onze eerste uitzending. En toen was potverdomme de brug ook nog open. Zodat ik genoodzaakt was mij te water te begeven. Ten einde zwemmend de overkant te bereiken. Om zodoende hier nog precies op tijd aanwezig te zijn. Ter presentatie van dit. Dit was dus zomaar even een grapje. Splik splinternieuwe VPRO-programma. Dat behoorlijk zal swingen. Reken maar van yes. Daar sta ik garant voor. Mag ik me even voorstellen? Allereerst maar dan ingenieur Evert van der Pik. Voorheen souschef bij de eerste Utrechtse hoedenfabriek. Zet hem op in Aalsmeer, als ik het wel heb. Wel, nee, man. Ik ben ingenieur. Dat weet u toch? Wat denkt u wel? Ach, neemt u even op, even. Ja, dan maar. Van Oekels Desco ook met Van der Pik spreekt u. Kijk, geld terug maar, mevrouwtje. Laat mij dat maar even afdoen. Hallo, Reeds. Oh, opgehangen. Reeds. Dank u. Waar waren wij gebleven? Juist. Om optimaal van dit nieuwe programma, dat andere programma's op dit gebied, zoals Topop, Groeven, Nederpop zien, Move Gaga en weet ik veel, verre in de schaduw zal overtreffen, heb ik wel eens ergens gelezen. Zal ik jullie eerst even het prachtige decor toelichten. Juist. Dit geval hier beeld dus min of meer een gestileerde platenspeler uit. Ziet u wel? Ach, Evert, zet u hem even aan, ja? Dan zien de jongelui het beter. Hoe of wat? Heren, 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 heren. Stop, stop, stop. Oeh. Aha, daar is hij reeds. Hartelijk welkom in onze show, juffrouw
Sint-Klaar en ook u, heren Gloria. Welkom, gefeliciteerd reeds. Dit nu betreft dus ook zoiets. Reeds, zoals ik al zei. Potverdomme, u brengt mij helemaal van de apropos aan de kook, als het ware. Pardon. Reeds. Maar zij brengen voor u hun beroemde, zogenaamde tophit Voulez-vous. Dat klopt toch? Snappie-voe? Zet de plaat maar op, Evert. Hallo, Evert. Dat klopt niet. Nee. Begint u maar. Dan ga ik ondertussen even plassen. Gewoon. Het lijkt me rempel wel een tophit. U hebt op buitengewone wijze met uw zang het spits van ons programma gebeten. U kunt uw verdiende loon ophalen bij de heer Van der Pik. Als het ware. Graag.
De zogenaamde Dizzy Man's Band. Dit is toch een grote schande? Wat denkt u wel? Wat een hels lawaai. Ik kan er niet voor slapen. En gisteren was mijn schoonzoon jarig. Mevrouw, gaat u weg! Zo? Mag ik wat zeggen, alstublieft? Staan de jonge lui zich hier in te spannen om prachtige muziek te berde te brengen? Komt u een potje klagen? Pardon, Rits. Oude tang! Pop met Van Oekel, dat is andere koek. Brengen muziek in Van Oekel's disco. En dit nu is Left Side. Vroeger ook wel Beat Boys geheten. Met Confusion in My Mind. In Move Gaga. Heb ik wel eens ergens gelezen. Bah! Thans evenwel wereldberoemd met hun liedje... Mamma Mia. Hetgeen linkerkant betekent voor Italiaanse... Mijn moeder. Potverdomme, wat ingewikkeld. Ik begrijp er geen reet van. Heel fijn. Dat maakt allemaal maar platen. Maar ik heb ook een moderne plaat. Is van mij geperst. Zoals u wel zult begrijpen. In de winkel reeds. 1395. Pardon, dit was er maar zo even tussendoor. Daarom thans, Left Side, welk een voorgerecht mogen wij smaken? Dit nu eens mee te maken. Dit was zomaar even een grapje. Love, love, love.
baas nou eens op, mens. Oh, dan anders zou ik de aanvoerder van in kennis stellen. Meneer Visser, gaat u weg. Boom. Wat? Daar? Meneer Visser, u kunt erop rekenen. Wij zullen een klacht indienen bij de AVRO. Reken er goed op. Daar hebben we nota bene ineens maar een servet. Wat kom jij hier doen? Ja, ondanks de overstelpende drukte zag ik toch nog even kans om langs te wippen als het ware. Om jou geluk te wensen met je programma. Dat is verdomd fideel van je, Barend. Dat zullen de fans enorm op prijs stellen, dunkt me. Hoi, ja, Barend. Dag meneer Van der Pik. Meneer Van der Pik. Zou je dan ook wel willen zingen in ons spiksplinter nieuwe programma? Voor ons? Of zo? Reeds? Voor ons? Ben ik in beeld? Maar dat was helemaal de bedoeling niet. Ik wou me voorlopig niet meer vertonen, zie je? Ja, daar ben ik te beroemd voor geworden. Terwijl ik er eigenlijk helemaal niks van kan. Hoewel. Niet zo bescheiden, Barend. Daar gaat hij. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Zo barst je van de hitte, zo sterf je van de kou. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Oh, wat is dat nu toch flauw? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Eerst geven ze een pluim, dan krijg je weer een douw. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Oh, wat is dat nu toch flauw? Gisteren was het zonneschijn, nu is het weer slecht weer. Mijn auto reed vanmorgen nog, nou doet hij het niet meer. Net voel ik me nog prima, nou word ik weer niet goed. Ik kan het niet meer volgen, ik weet niet hoe het moet. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Zo barst je van de hitte, zo sterf je van de kou. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Oh, wat is dat nu toch flauw? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Eerst geven ze een pluim, dan krijg je weer een douw. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Oh, wat is dat nu toch flauw? Laatst zo goed gegeten, nu smaakt het nergens naar. Lekker veel gedronken, thans is de kater daar. Zo barst je van de centen, zo is het allemaal op. Eerst heb je veel geluk, maar dan zit je met de stroom. Eerst geven ze een pluim, dan krijg je weer een douw. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Oh, wat is dat nu toch flauw? Toen wij elkaar ontmoetten, toen klikte het meteen. We konden ons geluk niet op, maar jij ging van me heen. Ik hoor je nog steeds zeggen, ik hou zoveel van jou. We waren zo gelukkig, nu is het leven grauw. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Zo barst je van de hitte, zo sterf je van de kou. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Oh, wat is dat nu toch flauw? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Zo barst je van de hitte, zo sterf je van de kou. Hoe
Gisteren zei je nog, ik hou van jou. Ik begrijp er niets van. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Eerst geven ze een pluim, dan krijg je weer een nauw. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Oh, wat is dat nu toch nou? Wat kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ik kan grijp er geen show in. Oh, wat is dat nu toch nou? Hoe kan dat nou? Wat kan dat nou? Eerst geven ze een tuin, dan krijg je weer een touw. Hoe kan dat nou? Wat kan dat nou? Pop met Van Oekels, dat is andere koek. Brengen muziek in Van Oekels Disco-hoek. Waar nu is het klapstuk van de avond? Gevonden. Zet maar gauw op. Even. Pardon zeg, hoe kan dat nou? Zeg, Evert! Ben je nou helemaal gek geworden? Jawel, meneer Van Oekel. Het is je zeker in je bol geslagen. Een beetje mat tegen de pick-up oplopen. Terwijl de beroemde Peter en zijn roekens aan de gang is. Dat kan niet. Zie je nou wel? Dat komt ervan. Bah! Oh. Laten we hem maar gauw de trofee van chef Van Oekels plaat van de week overhandigen. Peter Koelewijn, dit is voor jou. Oh. Vanwege je nieuwe plaat. En grote verdiensten voor de muziek. En weet ik veel, of zoiets. Maar ik weet niet of ik het gezien heb, chef. Zie maar. Ja, maar ik heb niet meegezongen met dit liedje. Niks mee te maken. Niks mee te maken. Wat denkt u wel? Hebben wij een mooie trofee voor u vastgesteld? De Van Oekels plaat van de week. Dat ben ik dus. En dan komt u met die kletspraat aandragen. Bah! Pardon. Deze prachtige trofee is voor uw gehele oeuvre, als het ware. Zie maar. Dank u. Prachtig gewoon. En wat glimt die mooi. Dank u wel. Dank u wel. Groot dichter. Tennisbanen, begrijpt u wel? Ik word niet goed! Pop met Van Oekels, dat is andere koek! Brengen muziek in Van Oekels Disco Hoek! Wat een succes! Oh ja, briefkaarten omtrent dit programma kunnen jullie zenden naar Van Oekels Disco Hoek! Postbus 11, de Hilversum. Tot de volgende keer. Reeds. Chef Van Oekel, die geeft aan de toon. Je zegt programma, wat heb ik jou daar. Hij weet de raak. Wat een succes. Tamelijk rassen schreden. Van Oekel, dat is op het wankele pad van Roem. Lampen. Van Oekel,
Succes! Op een kadet! Wanneer ik denk aan de glazuurblauwe luchten, snelle treinen in vliegende vaart, op glimmende rails, door Britse korenvelden, de eerste krokussen, keuze potten, natte plekken, gehaakte plekken spreien. Ik word niet goed. Dan volgt nu een moderne mededeling, reeds. Wij, dat ben ik dus, en zo, en Barend Servet natuurlijk ook, zijn gestart met een drive-in show van Oekels rijdende discohoek. Dat is dus een drive-in show. Kan in elke plaats terechtkomen. Wel aardig, hè? Zal u gezegd zijn, waar dan wel? Dank u. Dit moest er even uit. Ja.